Abdel verleent technische service aan verschillende apparaten op Schiphol. Zoals de backdrops, de security lanes en verschillende scanners. Hey Louis. Hey. Goedemiddag. Bij elk begin van elke dienst komen we hier en dan nemen we het over van onze collega's. Wij gebruiken een tablet waar wij alle meldingen op registreren. Zo kan ik ook zien wat mijn collega hiervoor allemaal heeft meegemaakt. En dan kan ik het netjes opvolgen als het nog opvolging nodig heeft. Is er een storing, dan wordt Abdel ingeschakeld om die op te lossen. Met Abdel van Scarabee. Zoals nu bij de security lanes. Ik hoorde dat er een storing was. Ja, er is een storing op lane 6. Er komen daar geen bakjes meer aan de voorzijde. We zijn hier bij de security lanes. Dit is het punt waar de passagiers gefilterd worden en gescand. We staan hier bij de lane waar de melding vandaan komt. De tablet heeft verbinding met de lane. Ik zie dat het niet aan een elektronisch aspect ligt. Dus dan ligt het ergens anders aan en dan gaan we zo kijken hoe we het gaan oplossen. In een fabriekshal in Hoofddorp worden de security lanes ontwikkeld, gebouwd en getest. Een van de leuke dingen van mijn werk is dat ik ideeën mag aandragen en die worden ook daadwerkelijk uitgevoerd aan het product om het te verbeteren. Ja. Dit is een van de ideeën die ik heb aangedragen. In het begin hadden we de panelen vast met bouten aan de onderkant. Het was te ingewikkeld en het duurde te lang. Dat hebben we veranderd naar een deursysteem met de scharnieren. De deur kan er makkelijk open, we kunnen er beter bij en we kunnen hem netjes afsluiten door middel van een slot. Het werk op Schiphol is leuk omdat er altijd wat te beleven valt. Het is een hele dynamische werkplaats. Je weet niet wat er op je pad kan komen. En het is elke dag een nieuwe uitdaging. Wil jij, net als ik, storingsmonteur worden? Meld je dan aan op scarabee.com/careers. En wie weet word jij mijn nieuwe collega.